En daar gaat Utrecht er vandoor. En is de eerste redding van Onderstal. Daar was Labiat even gevaarlijk al. De man in vorm. Rutte. Hunten. Van Krooi. Söntjes is een optie. Van Krooi kiest een andere optie en dat is niet de beste. Niet de goede. Hij wilde de bal naar Tee spelen. Je moet heel veel van je club houden, wil je hier vanavond in de koel deze wedstrijd bekijken hoor. Leemans. Ja, daar heeft Jensen toch aardig moeite mee. Een goede vrije trap hoor. Een hoekschop. Die ook weer door Leemans wordt genomen. Uit de klus, wordt dat een goal? Nee, geen goal. Maar wel een mogelijkheid hoor voor VVV. Met Van Brugge. Nou eens een keer een vlot lopende aanval graag. SVP. Maakt niet uit van wie. Lewin. Daar gaat Van der Streek. Goede controle. En daar is Kerk in één keer. En daar is ook de goal. Ja. Nou ja, ik vroeg erom. Een goed lopende aanval. En dat was hij dan. Een aanval over 6-7 schijven. De 0-1 door Kerk. Direct geschoten, niet aannemen. Patsboom raak. Söntjes van Krooi. Hunten. Nee. Schot geblokt. Geblokt door Kleiber. Lange bal naar Söntjes. Die kijkt of er hulp is. Dus doet hij het zelf maar. En goed van Krooi. Dat is een penalty. Oh, scheidsrechter toch. Nou, die wil ik nog wel eens terugzien. Hij is zeer gedecideerd, maar het lijkt me een zuivere strafschop. Maar misschien zit ik ernaast kan. Laten we dan maar eens kijken. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Trammeland in de tent. Met Söntjes. Oh, jee. Hier nog eens dat geval met Van Krooi. Ja, hij gaat over de knie bij Jansen. Ik herzie mijn mening toch een beetje. En wat wordt dit? Tee, gaat die weer scoren? Tee, die gaat scoren toch? Nee, die gaat niet scoren. Tee toch, wat een redding van Lewin. Ho, 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 ho. Dan staat er in je paspoort dat je spits bent, aanvaller bent. Doelpuntenmaker, Lennart Tee. Ja, die beweging had hij natuurlijk niet moeten maken. En dan is Lewin terug en dan via de onderkant van de lat. Onderstal heeft de wind nu tegen. Dat is duidelijk te merken bij zijn spelvoortzetting. Leemans. En dan misschien een mogelijkheid voor Labiat. Om zijn klasse hier te demonstreren in de koel. De redding is van Onderstal. Labiat opnieuw. Labiat dus. Van der Streek. Van der Streek. Van der Marel. Kerk. Nog een keer zo'n raakschot. Nee, de paal. Hohoho. De beste aanval van Utrecht in de tweede helft. Over rechts. Strieder. Emmanuelsson. Labiat en Onderstal. Beste moment van Labiat tot nu toe. Dekker. De kopstoot daar naast. Ai, ai, ai. De kopstoot van Van Krooi. En dan blaast Jeroen Manschot voor het einde van de wedstrijd. VVV kreeg kansen genoeg, mogelijkheden genoeg, maar wist niet te scoren.